vanavond 86 bier, de morgen daarna Far Cry 4. Haha, dat ruimt. En, goed wakker geworden met Far Cry 4? Ik ben niet naar Far Cry 4 geweest, maar jij wel. Oh. Zo goed was hij wakker. Ik zou toch zweren dat je ernaast stond. En dat was de andere Limburger, helaas. Dat was iemand anders. Goed, Far Cry 4 dus. Ik heb hem gespeeld, dan ga ik gewoon even lekker over Far Cry 4 ratelen. Grijp je kans. Jij kan ook even daar naartoe gaan, want je hebt hem niet gezien. Er is geen ruimte meer daar. Ja. Maar je wil erbij blijven staan, of niet? Ja, toch wel. Ja, dan prima. Nou, Far Cry 4 dus. Ik heb 2 stukken kunnen spelen uit Far Cry 4. Ik zal meteen met de deur in huis vallen wat het meest bijzondere was van het stuk wat ik heb kunnen spelen. Dat speelde zich af in Shangri-La. Shangri-La, ja. Ja. Dat is met een witte tijger, zoiets. Ja, die is een companion van je. Die speelt met jou mee. Wat het is, als je gewoon Far Cry 4 speelt zich natuurlijk af in de Himalaya. Her en der zitten punten in de open wereld waar je naartoe kan. En dan kan je meer te weten komen over de legendes van of in de Himalaya. Okay. En dan ga je dus naar Shangri-La. Dan speel je met een andere character, een soort van legend, hero, bla 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 bla. Maar dan speel je dus echt die legende die aan kleine kinderen in de Himalaya wordt verteld. Maar tof is, het is optioneel. Dus je kan het ook gewoon lekker links laten liggen, maar het is vet. Dus ik zou het gewoon aanraden om sowieso te doen, want je speelt met een andere character. Je hebt die witte tijger dus naast je, die je ook echt op mensen af kan sturen. Je hoeft hem niet in de gaten te houden, want hij let ook wel op zichzelf. Want als er vijanden op die tijger afkomen, dan verdedigt hij zichzelf gewoon. Hij rent zelf ook achter de vijanden aan. Maar als je denkt, oké, hey tijger, val hem even aan. Dan zeg je gewoon, hey, doe die. En dan rent hij erop af. Je hebt zelf een pijlenboog. Die heeft ook een coole feature. Er zitten een paar lichtgevende bollen op. Heb je die gezien? Lichtgevende bollen? Nee, maar daar vertel je heel veel over. Ja, die zitten erop. En daarmee kan je de tijd niet stilzetten, maar wel flink vertragen. Een soort van bullet time in Far Cry 4 met je pijlenboog. Maar aan die ballen kan je dus zien hoeveel tijdvertragingselementen je nog hebt. En dat is handy pandy. En je hebt dus een pijlenboog. Dat is tof. Maar... Dit is dus optioneel, zeg je. Is die hele Shangri-La-ding ook optioneel, zal ik maar zeggen, buiten het verhaal van ja, echt een Kingdom? Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar als die uitbreiding op Far Cry 3. Zo van, helemaal Dragon. Anders. Blood Dragon bedoel je. Ja. Ja. Totaal anders dan de hoofdgame. Nee, maar het hoort wel bij het verhaal van Far Cry 4. Maar dus als je meer wil weten, meer achtergrond wil weten van wat er allemaal gaande is daar, dan kan je dat gaan spelen, maar het hoeft niet. Maar ik vond het cool, speelde lekker. Die tijger was lekker aan het rennen. Je hebt allemaal verschillende tegenstanders die heel erg tricky zijn. Ze zijn een beetje ghostly-like zombie-achtig. En dat was tof. Maar wat ik zelf gewoon het tofste vind in Far Cry 4 is gewoon de game zelf. In de Himalaya. Ik heb eindelijk met de wingsuit mogen fladderen. Holy shit, dat is heel cool. Je hebt echt het gevoel van vrijheid. Dat heb ik altijd... Met Far Cry games heb je altijd het gevoel van vakantie. Dat kan ik me niet meer voorstellen. De eerste altijd... een tropisch eiland, ja. Tweede Afrika, derde weer tropisch en nu... Ja. Nu in de Himalaya. Het ziet er ook zo mooi uit. Ik was aan het fladderen met mijn wingsuit door die bergen heen. Ik was gewoon heel relaxed. Ik dacht niet meer aan die 86 pils die ik gisteravond op had genomen. Ik was gewoon helemaal zen aan het fladderen door de bergen. En het voelde goed. En daarna landde ik zo wap voor een settlement... die moest ik stealth overnemen, want ik moest een guy daar moest ik silent killen met een mes. En ik sloop naar binnen, ik gooide met mijn throwing knives gastjes neer en ik was gewoon serieus helemaal zen. Zo? Ja. Far Cry 4. Dus serieus vakantie op een disc. Oké. Ja, dat is Far Cry 4.